Het festival Varenheid kan terugkijken op een uitverkochte eerste editie bij Recreatieplas het Heel Groen Winterswijk. De organisatie experimenteerde afgelopen weekend met nieuwe stijlen van muziek. De festivalgangers kunnen een goede portie disco en house verwachten. Echt lekker strandfeestje, zoals het hoort, zoals wij vinden dat het hoort. En ik denk vooral heel veel gezelligheid en toch wat anders, weet je wel? Wat nieuws in de Achterhoek. En daar gaan we echt voor, denk ik, als organisatie. Het festival vandaag hier is gezellig, kleinschalig. Het is wat alternatievere, nieuwere muziekstijlen die hier in de Achterhoek nog echt niet zo bekend zijn. En ik vind het leuk dat zulke soort initiatieven hier worden georganiseerd. En ik gun het wel dat deze regio zulke soort festivals hier op een leuke locatie georganiseerd kunnen worden. Nou, je zegt nieuw in de Achterhoek, want is dat ook een reden dat jullie het organiseren? Nou, we hebben het al met Magistraal en evengoed als Chaser TV, dat is de organisatie waarmee we samenwerken, al een aantal feesten opgezet in de Achterhoek. En daar kwam eigenlijk altijd uit dat we nieuwe dingen aan het testen zijn en experimenteren zijn. En we merken dat er heel veel vraag naar is en uiteindelijk kwam daar dit uit als samenwerking. En je ziet het, want het is hartstikke gezellig, dus het lukt. Dus ja, daar zijn we heel trots op. Wat vind je van het festival? Nou, de sfeer hier is, het is super gezellig, heel gemoedelijk. Er zijn mensen bij het water, er zijn mensen die lekker in de zitzakken zitten. Er zijn mensen die vooraan lekker aan het dansen zijn en super gezellig. Het sfeertje is echt goed. Het zonnetje schijnt, de temperatuur is goed. De een die is lekker aan het chillen, de ander is aan het dansen. Dus iedereen doet lekker zijn eigen dingen, dat is echt top. Volgend jaar weer? Volgend jaar absoluut weer. We hopen uit te breiden volgend jaar, maar... Uitbreiden in de zin van groot, of hoe moet ik dat zien? Uitbreiden wordt nog bedacht. Maar het kan bezoekers zijn, het kan een aantal dagen zijn, misschien meerdere events per jaar. Daar moeten we nog over brainstormen, maar we gaan zeker uitbreiden. Dat is wel de ambitie, zeker.